spelers en trainers en mensen langs de kant gaan zich ermee bemoeien. Voetbalverenigingen in de regio Liemers die werken samen om een betere en vooral sportievere sfeer te krijgen op en rond de velden. Samen hebben ze gedragsregels opgesteld en zijn ze een campagne begonnen. Doe sportief, zodat het niet uit de hand loopt. Dus te fanatieke ouders, schilden en bepaalde woordkeuzes die gemaakt worden die we niet willen zien bij op een voorveld. Dus zijn voor 14 verenigingen uit de Liemers deze twee woorden voortaan verbonden met voetballen. En de spelers, nou, die zijn het daar helemaal mee eens. Nu zijn ze iedereen goed stil. Kan je weer bezig zijn met de wedstrijd en niet met iedereen omheen. Ik vind dat het gelijk een stuk beter gaat en sportiever op staat. Er zijn een paar regels die absoluut bij Doe Sportief horen. Zo schudden alle spelers elkaar voor een wedstrijd de hand. Goed zo, Luc. Stap maar door. Goed, Tim. Ga door. Hoor je daarna alleen de trainers nog hard roepen en praat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter. Anders gaan spelers en trainers en mensen langs de kant gaan zich ermee bemoeien. En nog een belangrijke regel, de scheidsrechter wordt altijd beschermd. Scheidsrechtersbegeleiders die kijken op het gedrag naast het veld van trainers, maar ook van toeschouwers. En waar nodig spreken ze die aan? Het project Doe Sportief loopt 3 jaar. De clubs in de Liemers delen hun ervaringen graag met andere Gelderse clubs.